Nou, om te beginnen het voorgerecht. Voorgerecht de zeebaars. Pakken we het bakje erbij met de zeebaars. Halen we het bakje eraf en de deksel, dan laten we de zeebaars op staan. Met een palet, of eventueel thuis met een kaasschaaf. Midden van het bord. Dan pakken we de red meat radijs. Die hebben we ingelegd in zoetzuur. Dan leggen we hem mee vol. Pakken we de crème van pandan. Daar snijden we het puntje vanaf. Het puntje doen we meteen weg, zodat hij niet meer in het eten kan komen. Zetten we 5 stippen van deze crème. Hier doen we de rauwe radijs tegenaan. Zoetzure kwartiers doen we hier tegenaan. Gepofte rijst, een beetje in het midden. Pakken we het krokantje van zeekraal erbij. Die leggen we erop. Dan een Legend of Tigre tijgermelk. Een soort ceviche sap. Doen we eromheen. Dus hebben we aangemaakt met passievrucht. En olie van koriander. Die druppelen we er heel rustig een beetje in. En dan is dit het voorgerecht. Voor we dit gaan eten, kunnen we vast wat voorbereiden voor de volgende gang. We hoeven zo meteen minder lang in de keuken te staan. Heeft u het 4-gangen menu? Dan kan u de soep er vast bij pakken. Die kan u in de pan doen. En vast opwarmen. Kan op een laag vuurtje zetten, wordt die vast warm. Doe hem in het pannetje. Ja, dan zetten we die vast op. Heeft u het hoofdgerecht? Heeft u het hoofdgerecht? Dan pakken we de pan water erbij. Pakken we 3 luik met groentegarnituur. Die kan erin. Het zakje met jus. En het spuitzakje met zwarte knoflookcrème. Draai hem in het vuur uit. En als we dan zo meteen terugkomen, dan zijn de producten vast lekker warm geworden. Als die warm staan, kan u gaan genieten van het voorgerecht. Alsjeblieft.